Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 0 van Robin's Mol Talk. Waarom deze aflevering zou je denken? Nou, het nieuwe seizoen van Wie is de Mol staat weer voor de deur. En zoals ieder jaar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wie de deelnemers zijn en waar het spel plaats gaat vinden. Maar voordat we een duik gaan nemen in de kandidaten en locatie van dit seizoen van Wie is de Mol, wil ik jullie eerst een klein kijkje geven in mijn eigen wereld. En met... Mijn wereld. Bedoelde ik ook echt letterlijk mijn nieuwe huis? Een aantal maanden terug hebben mijn partner en ik een uh, huis gekocht. Binnenkort gaan we het huis verbouwen. En waarschijnlijk zelfs wanneer de afleveringen van Wie is de Mol gaan afspelen. zijn wij bezig met verhuizen. Ik heb nog geen idee wat het in gaat houden ook voor, de, voor deze video's. Ik ga ook geen beloftes doen. Maar ik ga wel proberen om in ieder geval iedere aflevering van Wie is de Mol. of in dit geval van Robbers Talk elke maandag gewoon weer online te laten komen. Nu laten we maar eens gaan kijken waar het avontuur zich af gaat spelen en wie de deelnemers zijn van Wie is de Mol en die er helemaal klaar voor zijn om de nieuwe mol te gaan ontmaskeren. Seizoen 24 van Wie is de Mol neemt ons mee naar het prachtige Mexico en de recent uitgebrachte trailer geeft ons korte maar interessante beelden. We zien een adembenemend avontuur, speciale Wie is de Mol kaarten, schilderijen en natuurlijk feesten die daar plaatsvinden. En uiteraard het uh, welbekende molgeld. De trailer uh, onderscheidt zich uh, van de voorgaande jaren, wat het des te interessanter maakt om ja, sowieso te gaan uh, kijken. De beelden laten niet veel los, maar de sfeer die je daarin ziet is wel voelbaar. Volgens de, Wie is de Mol website begint het avontuur in Mexico-stad en gaat het daarna verder door naar Merida. Daar staan natuurreservaten, koloniale dorpen en de intrigerende Mayer ruïnes op het programma. Het avontuur komt uiteindelijk ten einde in Baclar, een klein dorpje bij La Lagunas de los Siete Colores, ofwel het meer van de zeven kleuren. In de trailer worden er geen kandidaten getoond, in ieder geval zover ik kon zien, maar ze staan wel op de website van Wie is de Mol. Laten we dan ook maar eens dieper ingaan op de kandidaten die deze keer de uitdaging aangaan om de mol te gaan ontmaskeren. Ja, de, het moment dat de ontvulling bekend werd gemaakt was voor mij wel een vreemde plek. Ik, ik was op dat moment uh, aan het werk en de radio stond aan. En ineens hoorde ik voorbij komen dat de kandidaten en de locatie be, bekend was gemaakt. En ik had wel het vermoeden dat er ergens Mexico werd gezegd, maar ja, ik ben druk bezig, dus ik let niet overal op. En dat bleek dus ook daadwerkelijk het geval te zijn. Verder over de kandidaten. Ja, laten we beginnen met de kandidaten die ik echt niet ken. of waar ik ook nog niet eerder van heb gehoord. Een voorbeeld daarvan is Anna Gimbrere. Een vaste verschijning bij de Caro NCV. bekend van journalistieke programma's en podcasts. Dan hebben we ook Babs Schutte. Een artiest, producer en songwriter met een passie voor het vertalen van relevante thema's naar dansbare muziek. En misschien dat ik haar muziek wel eens een keer heb gehoord, um, maar dan is dat in ieder geval niet bewust geweest. In ieder geval, het is een uh, goed iets uh, om daar je eigen mee bezig te houden. En uiteraard, het is ook erg interessant om met zoiets bezig te zijn. Frans Hendricks is presentator. Verslaggever en journalist, bekend om zijn goedlachse en scherpe stijl, vooral bij Radar, waar hij consumentenproblemen op onder de loep neemt. Ook hebben we Jip van der Toren, beeldcolonist voor de Volkskrant, waar zij twee keer in de week haar kijk op de maatschappij en politiek deelt. Justin Moyer, beter bekend als trackqueen Janie Jacquet en deelnemer van RuPaul's Drag Race. Nu is mijn vrouw fan van deze programma's en zij heeft mij er ook in meegesleept om te kijken. Maar ik kan me ook niet herinneren dat ik uh, Justin in dit verhaal eerder heb gezien. Dan uh, hebben we Rian Gerritsen, toneelspeelster bekend van series zoals Dr. Deen, Celblok H en De Luizenmoeder. En als laatste die ik dan niet ken is Rosario Mussendijk, een muzikale artiest ja, met eigenlijk best wel een speciaal talent en vastberadenheid. En ik zie dan ook dat hij muziek maakt. of dat hij zijn weg vindt in de muziekwereld. ondanks zijn gehoorverlies. En dat is gewoon echt wel een inspirerend ding. Dat je eigenlijk wel alles kan bereiken. zolang je er zelf voor gaat. Dus dat is wel een heel inspirerend iets. Dan uh, voor mij de bekendere gezichten. Dat zijn er uiteraard uh, nog maar drie die overblijven dan. Een daarvan is Jeroen Spitsenberger. De man van theater, film, televisie en stemmen in audioproducties. Dan natuurlijk Kees van de Spek. Ja, wie kent hem eigenlijk niet van de oplichterseries? En hij was ook de rechterhand van Peter A. De Vries. En tot slot Toos Karagas. Ja, en wat ik dan nu ga zeggen, en ik ga me eigenlijk er ook heel erg oud bij voelen. De meeste mensen van mijn leeftijd kunnen haar ook nog wel herkennen als VJ van TMF. Nou, TMF bestaat natuurlijk al een lange tijd niet meer. Maar goed, daar, daar ken ik haar eigenlijk als eerste van. Verder maakt ze nu nog steeds uh, programma's in het binnen- en buitenland. Dus uh, ze is gewoon steeds heel erg actief en goed bezig met alles. Kortom, weer een boeiende en interessante groep. waarvan ik zeker uh, weet dat het een gezellige uh, boel gaat worden. En omdat ik het merendeel ook weer niet ken. denk ik dat we weer een goede kans hebben om de mol te gaan ontmaskeren. Ja, en uh, ook dit was weer uh, aflevering uh, 0 van Rob's Mol Talk. Helaas, uh, zoals uh, gewoonlijk, nog niet heel veel informatie bekend. En eigenlijk is het ook wel fijn want zo kunnen we ook weer blanco erin gaan en zijn we, kunnen we ook niet echt van tevoren zeggen van dat is de mol en gaan we juist beter opletten naar alles. Ik heb er in ieder geval nog steeds heel veel zin om seizoen te weer te gaan kijken en uh, met jullie uh, de Hintse theorie video's te gaan doen. Ik hoop dat jullie er ook zin in achter. Uh, laat het uh, weten door een duimpje achter te laten of een reactie en uh, vergeet dan ook niet uh, gelijk te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet het niet het belletje aan te zetten. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, Later. Uh.